Nu er problemen zijn met de vaccins van Janssen en AstraZeneca, is het nog maar de vraag of we op 1 juli iedereen die dat wil een prik hebben gegeven. Om die doelstelling te halen zijn de ogen nu vooral gericht op de leveringen van andere vaccins, bijvoorbeeld die van farmaceut Pfizer. Volgende week komen de eerste extra doses aan in Nederland. Hoeveel meer gaan jullie leveren dan eigenlijk de bedoeling was? Nou ja, we gaan 2 miljoen extra doses leveren in het eerste kwartaal. Dat houdt in dat we de komende weken naar 650.000 doses per week gaan. En vanaf eind mei gaan we naar meer dan 1 miljoen doses per week. En in totaal betekent dat dat we 10 miljoen doses gaan leveren in dit tweede kwartaal. En wat was de bedoeling dat, dat jullie eigenlijk zouden leveren? Ja, we zaten op 8 miljoen, zelfs nog ietsje minder, 7,8 miljoen. Dus we hebben echt flink opgeschaald. Ja, en dat is dus fijn, zeker omdat er problemen zijn met bijvoorbeeld AstraZeneca en Janssen. Natuurlijk die meldingen van trombose. Hoe kan het nou dat jullie en ook andere bedrijven daar nou minder last van hebben? Nou, eerst even wat over AstraZeneca en Janssen. Want ik hoop ook echt dat die twee wel gedifferentieerd worden. Want Janssen is echt ook wel een ander vaccin dan AstraZeneca. Dit maakt gebruik van een andere technologie. Het lijkt wel hetzelfde. Hè? Het is een verkoudheidsvirus. Daar is het vaccin op gebaseerd. Maar het ene komt uit een verkoudheidsvirus uit chimpansees. De andere uit mensen. Ja, klinkt allemaal ingewikkeld. Maar het principe erachter is echt wel behoorlijk anders. Dus ik hoop ook echt dat de Gezondheidsraad en de EMA dit echt op zijn merites beoordelen. En om heel eerlijk te zijn, als we 1 juli willen halen, hebben we het Janssen-vaccin ook echt wel nodig. Ja, dus u hoopt dat die prikstop gewoon weer, dat ze gewoon door blijven prikken ook met ja, het is niet aan mij. Dat het veilig kan. Ja. Nee, ik snap wat u zegt. Ja. Maar hoe kan het nou? Dat heeft dus te maken met de samenstelling van dat vaccin. Ja. Dat dus bijvoorbeeld uw vaccin daar minder. Ja, dat daar minder van dat soort meldingen mee zijn. Ja, dus je maakt gebruik bij Janssen en AstraZeneca maak je gebruik van een adenovirus wat je helemaal hebt aangepast. En dat is eigenlijk de drager, het autootje waarmee je de boodschap naar binnen brengt in het lichaam. Mm-hmm. Wij hebben eigenlijk een heel ander molecuul gemaakt. Het is geen oud virus meer, het is geen gemodificeerd virus. Maar het heeft een lipid nanoparticle. Dat is eigenlijk een vetbolletje, een klein vetbolletje. Redelijk complex. Maar het is niet iets wat je hoeft te maken in zo'n menselijke cellijn. Je bent dus niet afhankelijk van dat soort cellijnen. Het is een biochemisch proces. En omdat dat zo is, kun je sneller opschalen. En ja, er zitten ook geen onverwachte bijwerkingen bij. Dus dat is allemaal prettig. En als u dan kijkt naar die datum van 1 juli, verwacht u dat als we hoe dan, zoals we nu bezig zijn, dat we die datum gaan halen? Als Janssen gebruikt mag blijven worden en AstraZeneca gebruikt mag blijven worden in de 60-plussers en de extra dosis van Pfizer inderdaad doorkomen zoals we nu verwachten, dan denk ik nog steeds dat mogelijk is. Oké, dat is in ieder geval fijn nieuws, want dan is er gewoon weer een soort. Ik zie u begint helemaal te stralen. Ik ga helemaal puntje van mijn stoel zitten. Ja, ik heb er wel dat zin is toch waar de naartoe wordt uitgeleefd, ook vanuit jullie sector natuurlijk. Ja, dat gewoon de mensen gevaccineerd zijn. Ja. Ja. Hoort u verhalen van mensen die door die verhalen over de bijwerkingen toch wat angstig worden? Ook bijvoorbeeld over uw vaccin? Nou, ik word regelmatig gebeld of geappt of op allerlei manieren benaderd. Van ja, ik ben uitgenodigd door mijn huisarts, AstraZeneca. Wat vindt u daar nou van? Ik wil graag Pfizer. Kunt u dat niet voor mij regelen? Mm. En mijn antwoord is eigenlijk standaard. Nou, bij 60 plus is het risico op die hele zeldzame bijwerking eigenlijk te verwaarlozen. Terwijl het risico op COVID-19 ook. 60 min ook, heel eerlijk gezegd. Dus ook heel erg klein. Ik wou net zeggen. Maar goed, dat is wel de EMA heeft, en met name de Gezondheidsraad heeft daar wel een uitspraak over gedaan. Ja. Maar met name bij de 60-plussers heb je echt nergens om zorgen over te maken. Waar je zorgen over zou moeten maken is COVID-19, een infectie met COVID-19. Mm-hmm. Zeker als je 60-plus bent. Dus mijn advies is, als je het aangeboden krijgt door je huisarts, ga vooral dat halen. Het helpt jezelf en het helpt ons als maatschappij om weer straks weer open te gaan. En dat we straks lekker naar het musea kunnen. Ja. U vindt ook eigenlijk dat er wat meer de focus moet komen te liggen op niet alleen dus waar we het nu over hebben, mensen boven de 18, maar ook u pleit voor, we moeten ook gaan kijken om mensen onder de 18 zelfs te gaan vaccineren. Nou, wij hebben al een indicatie vanaf 16 jaar. Dus we mogen ingezet worden vanaf 16 jaar. En we zijn bezig met, we hebben onderzoek net afgerond tussen 12 tot 15-jarigen. En dan lijkt de vaccineffectiviteit dus ook buitengewoon goed. En dan hebben we ook nog 3 studies lopen. Van 6 maanden tot 2 jaar, 2 tot 5 en 5 tot 11 jaar. Waarbij we echt gaan kijken welke dosis moeten we nou gaan toepassen om die
jongeren of kinderen ook adequaat te beschermen. Maar wat is nou het voordeel om ook die groep te gaan beschermen? Want je hoort toch altijd van, nou ja, die kinderen worden niet echt ziek. Ze bedragen misschien wel bij aan de verspreiding. Maar ja, ze hebben er zelf niet heel veel last van. Nou, ze mogen ook wel, die kinderen mogen ook wel een beetje egoïstisch zijn. Dus het heeft ook een voordeel voor hen. Het voordeel is namelijk dat je gewoon weer kunt sporten. Dat je gewoon straks weer naar school kunt. Dat je geen sneltesten nodig hebt. Dus dat zijn allemaal wel zaken die belangrijk zijn. Dan heb je zeg maar de altruïstische, de voor ons allemaal belangen. Dan heb je het over met name één, dat er de mutatiepool, dus het aantal personen waarin het virus rondgaat en continu muteert, dat eigenlijk steeds kleiner wordt en daarmee de risico's op mutaties. Ja, en ten tweede is het natuurlijk ook wel zo dat je daarmee uiteindelijk ook degenen die zich niet kunnen laten vaccineren ook beschermt. Dus die groepsimmuniteit help je dus als jongeren ook om die te bereiken. Dus echt een goede reden. Tot nu toe horen we niet heel veel over jongeren die dus dan ook ingeënt zouden moeten worden. Wat vindt u? Ja, nou kijk, ik ben het ontzettend mee eens. Kijk, die hele vaccinatiegraad. Hoe meer individuen we in deze maatschappij gaan vaccineren, hoe sneller we toekomen aan een vaccinatiegraad die hoog genoeg is, zodat we weer open kunnen, zeg maar. Ja. He, dus uiteraard spelen bij zo'n vaccinatiegraad in Nederland, spelen alle individuen een rol, ook kinderen. Ja. Op dit moment is alleen Pfizer geregistreerd voor ook kinderen van 16 en 17 jaar. Nou, de Gezondheidsraad heeft nu ook gezegd dat we kwetsbare kinderen van 16 en 17 jaar ook kunnen gaan vaccineren. Dat is goed nieuws. En ik hoor nu dat Pfizer ook voor de groep daaronder bezig is met registratie. Ik denk dat uitstekend nieuws is.